We zijn nu bij IJmeren Best of the West en we zijn benieuwd naar het talent van Amsterdam West. Ik ben Karel Hendriksen, ik werk voor Stadsdeel West, afdeling cultuur. En een van mijn projecten is IJmeren Best of the West. Dat is het talentontwikkelingstraject voor jeugd en jongeren, woonachtig, werkend of schoolgaand in Stadsdeel West. Een van de prijzen is een beurs die ze kunnen winnen. Kun je daar iets over vertellen? Ja, dat is de IJmeren Best of the West beurs. Dat is eigenlijk een wedstrijd waarbij men zich kan opgeven door een filmpje op internet te plaatsen. En dan een deelnameformulier in te vullen. Uiteindelijk stonden er dit jaar 21 filmpjes op van solisten of van groepen. Waarbij dan een jury kijkt. Inhoudelijk naar de presentatie, dus de inhoud van het filmpje, maar met name ook naar de motivatie. Er wordt ook echt gevraagd wat ze zouden willen doen met het prijzengeld als ze dat zouden winnen. Well, ik ben jurylid van de Best of the West, Beatrice van der Poel. Ik ben zelf muzikant en singer-songwriter, dus daarom mag ik jureren. En we zitten met drie juryleden hier de hele middag al het jonge talent te beoordelen. En het is nu een soundcheck achter me, ze beginnen straks. Ik ben Anna. Ik fotografeer nu vanaf mijn 14e. En die foto's hierachter zijn in Istanbul gemaakt, op straat. Omdat ik fotografeer heel graag op straat. Hi, ik ben Aisha Willever en ik heb zang met gitaar gedaan. Ging het goed? Ja, het ging wel goed. Wat doe je met het geld? Ik denk dat ik het in mijn spaarpot zou stoppen. Ik ben Stijn van den Berg en ik heb gespeeld, piano, gitaar en ik ben singer-songwriter en ik zing ook, dus erbij. Ik heb 3 eigen nummers gespeeld. Vooraf heeft buurttelevisie Amsterdam West Paradise Database gevolgd en kijk hier nu naar hun voorbereiding. Hoe zijn jullie eigenlijk begonnen? We zaten op de basisschool met elkaar. En toen gingen we, zijn moeder is in de muziek en die vond het leuk om met Monk een bandje op te zetten. En toen wist hij dat ik gitaar speelde en Havik had ook iets met gitaar. Maar toen gingen we allemaal een eigen instrument daar en ik ging zelf vanzelf bas spelen in de band. En dus als vrienden en toen kwam Tonkor ietsje later bij. Hoe zou je jullie muziekstijl omschrijven? Blues, rock en wel beïnvloed ook een beetje de funk. Wie van jullie schrijft de liedjes? Ik heb begrepen dat jullie zelf jullie eigen songs schrijven. Wie van jullie doet dat? Dat verschilt per liedje eigenlijk. Ja? Ja, het wordt gewoon, als iemand komt met een idee en dan is het steeds weer iemand anders die met een idee komt en dat werken we dan met z'n vieren uit tot een lied. Wij hebben hier de heren van Paradise Database on stage staan. Ze doen voor de 3e keer mee. Vorige keer 2e geworden. En ze hebben met die prijs toen een echte demo opgenomen bij MI5 Studios. Please make some noise for Paradise Database! Woep, woep, brrr, pop. We'll be right back.
Oké, hoe ging het concert? Ja, ging goed. Volgens mij voor mijn gevoel ging het wel goed. Ging het perfect of had het beter gekund? Nou, het kan altijd beter, maar het ging goed. Oké, en wat zijn jullie verwachtingen van vandaag? Ga je winnen? Ja, ik hoop het. Ik heb de andere bandjes nog niet gehoord, dus ik weet niet wat onze competitie is. Ook heeft Buurttelevisie Amsterdam-West vooraf een interview gehad met kunstenares Letitia. Kijk met ons mee naar haar motivatie om mee te doen aan Best of the West. Hi, ik ben Letitia Schaefer. Ik woon in Amsterdam-West, ben 19 jaar en ik doe mee aan de Best of the West beurswedstrijd. Wat verwacht je van Best of the West? Verwacht je te winnen bijvoorbeeld? Ik heb niet echt verwachtingen, want je weet maar nooit. Ik weet ook niet wie er verder meedoen. En wat levert jou dat op, in de breedste zin van het woord, als je wint? Nou, het is natuurlijk een goede mogelijkheid om meer te leren, ja, op mezelf te ontwikkelen. Want vorig jaar door die prijs kon ik een cursus in Londen doen, dus dat was wel erg leuk. Wat zijn je ambities? Je gaat nu een nieuwe school beginnen. Welke school is dat? Ik ga naar de Willem de Koning in Rotterdam. En ik ga daar animatie studeren. Mijn ambities... Ik weet eigenlijk niet echt. Ik wil gewoon doorgaan met wat ik doe en kijken hoe ver ik kan komen. Gewoon eruit halen wat ik eruit kan halen. Hey Letitia, daar zijn we weer. Hoe gaat het? Ben je zenuwachtig? Valt wel mee. Waar hoop je op? Ik hoop natuurlijk dat ik win, maar dat weet ik niet echt. Nou ja, eerlijk gezegd, ik ben volgens mij doen er niet bij beeldend in deze categorie niet heel veel mensen individueel mee. Dus ik geloof dat ik daar wel een streepje mee voor heb. Hoe ga je reageren als je wint? Ik ga ook geen dansje doen, denk ik. Het is niet helemaal mijn ding. Ik zal misschien een beetje heel blij. Ja, ik zal wel gewoon heel blij kijken. Is dat goed? Ja, dat is goed. En je hoopt natuurlijk op die beurs, hè? Want dan kun je je school daarmee betalen? Nou, het is meer zodat ik materiaal voor mijn school kan halen. Zoals een nieuwe tablet en programma's zoals TV Paint en gewoon software mee te werken. De jongste deelnemers van vandaag, de band Dr. Cheesy en de Kanaal! Terugkomen, hè? 98 stemmen van de 500 per e-mail ingediende stemmen. En deze stemmen kwamen opvallend genoeg uit alle werelddelen. Zelfs Korea. De winnaar is Letitia Schaefer. Letitia, gefeliciteerd met de publieksprijs van €500. Anna, gefeliciteerd. Van harte. Haar schilderijen bevatten stills uit het dagelijkse leven. Ze put haar inspiratie uit haar eigen dagelijkse werkelijkheid door eenvoudige en heel persoonlijke observaties. Ze portretteert trefzeker en snel.
We bewonderen haar keuze om naar de kunstacademie te gaan om animatie te studeren. We hopen dat ze met deze beurs de benodigde apparatuur en software kan financieren. Buurmeisje van Anna trouwens is het en het is Letitia Schaefer. Ben je blij? Ja, tuurlijk. Ja. Wat ga je er doen ermee? Ik ga een nieuwe tekentablet halen. En natuurlijk al die software. Mijn iMac is nu net kapot gegaan vandaag. Oh. Misschien kunnen we gewoon weggooien. Nee. Ik laat het wel repareren. Thank you.